Is jullie relatie nog goed? Ben je nog tevreden over je relatie? Soms kan het lastig zijn daar 1, 2, 3 antwoord op te geven. Want soms is het natuurlijk leuk, maar op andere momenten hoeft het helemaal niet leuk te zijn. De Vlaamse seksuoloog en relatietherapeut Alfons van Steenwegen zegt in zijn boek Liefde is een werkwoord dat een relatie bestaat uit 5 bouwstenen. Welke zijn dat? De eerste bouwsteen is, kan je jezelf zijn in een relatie? De tweede is, kan je je gevoelens uiten, maar ook laten zien aan de ander? De derde bouwsteen gaat over empathie. In hoeverre ben je ervan bewust en leef je in de situatie van je partner en diens gevoelens? De vierde bouwsteen gaat over intimiteit. En dat is dan de kleine intimiteit van een knuffel of een kus. En de grote intimiteit, seksualiteit. En de vijfde, laatste bouwsteen gaat over de tijd die je maakt voor elkaar, maar ook de tijd die je voor jezelf neemt binnen een relatie. Moet jij bij een van deze 5 bouwstenen een negatief antwoord geven, dan staat de relatie niet meer stevig. Althans, dat kan zo zijn. En het kan uiteindelijk ook zo zijn dat die kan instorten. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij je partner? In de volgende video's zal ik kort ingaan, aan de hand van een voorbeeld ook, wat iedere bouwsteen inhoudt.